Welkom bij het GK Journaal. En het is een, een, een andere editie. Want ik doe het niet meer in mijn eentje, ik doe het gewoon samen met Daan. Dus het is, na deze editie is het niet meer een andere editie. Het nee, is gewoon de nieuwe. De, in de principe refreshed. wel. In principe wel. Want dankzij de premiumbazen uh, Die ons zo ontzettend goed uh, aan het supporten zijn hebben wij dus de mogelijkheid gekregen om Daan hier ook een aantal dagen op kantoor te krijgen om nog betere premium content te maken, maar ook open wat leuke head. dingen te doen voor de open content. En ja. het gk-rationaal is voor iedereen. Um, ik ga hem nog steeds wel het nieuws brengen, maar we hebben nu ook een reactie erbij. Iemand ja. die die ja, Jan. Ben, ben ik de Jan Mulder? Je bent de mag Jan ik, mag Mulder. Ik de kla, mag ik klagen of is dit een positief ingestoken? Nee, item. laat. Nou, je, je moet gewoon je je moet gewoon ook proberen een beetje te duiden waar ja, het staat. Ja, en ja. Um, we gaan het nieuws beginnen, want het blijft gewoon lekker een kort item wat je gewoon lekker eventjes. In de trein of thuis, gewoon op je mobiel kan checken um, het jaagverhaal van de Nintendo Switch, jongens. Um, we hebben natuurlijk heel veel over next-gen consoles en, en de PC en de ja. RTX nog wat, maar er is natuurlijk een partij die op dit moment zich helemaal scheel verkoopt, ja, en die ook nog kan leveren. Zeker, want de switch ja. is er namelijk gewoon nog om te kopen. Terwijl al die andere partijen, als als kaart en PlayStation 5, die kun je niet kopen, ja, de switch wel. En in 2020 31 december 2020 hebben ze op dat moment 79,87 miljoen units verkocht van de Switch. Dief. Dat, ja, dat gaat hard. Dat gaat hard, ja. Dat is dus, ze zijn al de 3DS voorbij. Mm -hmm. um... Het is ook wel, de Switch is ook wel bij uitstek een, een feel good machine. En wat heb je nodig tijdens lockdown? Weet je, je zag het namelijk, de, de eerste lockdown vorig jaar, ja. op maart, weet je, en kwam uit. Gigantisch populair. Heeft natuurlijk te maken met een game. Maar anderzijds kun je ook zeggen van ja, mensen willen gewoon iets spelen waar je. Lekker bij voelt, goed bij voelt, niet veel nadenken en gewoon uh, ja, een beetje positiviteit. Denk dus jij dat, dat dit succes, die 80 miljoen, dat dat voor een groot deel te wijten is aan de lockdown? Of meer, het, het helpt mee, maar het was gewoon al een succesverhaal. Uh, nou, nah, de, de Switch was sowieso een succesverhaal. Ja. Uh, de de, de exclusie van Nintendo Mac komt zijn altijd goed. Ook op de Switch weer, weet je, je zag het op het begin van de cyclus met, met uh, Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild. Nou, je ziet het nu met een Animal Crossing en de games die nog moeten komen, weet je, misschien dit jaar Zelda Breath of the Wild 2. Ja. Uh, dus zij komen gewoon met hele goede games. Ze dus komen we ook weer met hele goede uh, uh, terugkerende games en Mario, uh, Super 3, 3D, Mario Land, ja. weet ik veel. Um, dus dat zit sowieso al goed in elkaar. Dat gecombineerd met dus de lockdown, inderdaad, waarvan ik denk mensen willen sneller een switch hebben. Want mm -hmm. het is gewoon een helemaal veel machine. Ja. En het feit dat de Playstation, Xbox en PC onderdelen gewoon bijna niet te verkrijgen zijn. Ja. ja dat, maakt, dat maakt het gewoon een, een, een killer combinatie. Nee, dat denk ik zeker. Uh, ze verwachten de komende kwartaal ook gewoon weer, ik, ik dacht dat ik zelfs las, iets van 20 miljoen te gaan verkopen. En ja. dat heeft denk ik wel echt met die lockdown te maken. Dat ouders zitten allemaal met het haar in de hoofd, met die kinderen thuis. Uh, er kan er maar één op de televisie, maar er kunnen natuurlijk allemaal kunnen ze op een Switch. Daarom. Dus en, dat... en wat ik vaak zie, hè, trouwens, dat is zo grappig als ik bij mij in de straat loop. Er zijn, er zijn wat ouders met kinderen met, met, een, met een switch, ja. bij mij in de straat. Uh, niet dat ik ze dan aanspreek of zo. Maar die, dan, kijk ik, dan zie ik gewoon binnen dat die ouders met hun kinderen gewoon Mario Kart aan het spelen ja. zijn in het midden. Dat vind, ik, dat vind ik prachtig. Nee, Dat is waar. Um, even kijken, in totaal 66 miljoen uh, zijn uh, de gewone Switch en 13 miljoen zijn de Switch Lite, Dus de meeste mensen willen toch de, de, de grote switch, zodat ze hem ook op de televisie kunnen aansluiten. En dan hebben we natuurlijk nog dat andere. Immense succesverhaal. Animal Crossing New Horizons. Daar zijn er dus inmiddels 30 miljoen van verkocht in één jaar. En dat is dus um, een first console exclusive die het meest verkocht heeft van alle first, first party exclu uh, console exclusives. Mm -hmm. Ook op de Xbox of de PlayStation. 30 miljoen stuks in één jaar. Ik kan je heel eerlijk vertellen, ik had hier geen weddenschap op afgesloten. Uh, nee, maar als je terugkijkt. Ook een, een, kijk, de, de, al die situaties die ik net omschreef, ja? heeft er waarschijnlijk aan bijgedragen. Het feit überhaupt al dat het gewoon een hele solide, fucking goede game is. Want ik heb hem ook een week lang met heel veel plezier helemaal kapot gespeeld. Daarna moest ik helaas weer de Switch meenemen naar de redactie. En ja, ja heb ik hem eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Misschien maar goed ook, want anders had ik me er echt helemaal in verloren. Maar dat, is, dat, nou, dat zien we dan wel weer. Misschien komt het ooit nog. Ja. Um, maar uh, ja, ik ben eigenlijk helemaal kwijt wat ik wil zeggen. <laughs> nou, nee, ik bedoel, um, wat, ik, wat ik leuk vind is dat... Uh, kijk, ik had dit niet verwacht. Oh ja, omdat inderdaad, het ja. niet... Ik hou niet van dit soort games. Dus ja. dan, dan, en, en dat is echt een fout van mij. Dan denk ik dat niemand dat ook. Maar, leuk vindt. maar, maar terugkijk, terugkijkend. Vind je het wel logisch achteraf dat het zo'n succes is? Uh, en nog, is geweest ja, en nog steeds is. Ja, ik weet dus niet. En, en dat gaan we nooit weten. Of dat met die lockdown te maken heeft. Wat ik, wat ik grappig vind. Ja. Uh, als je kijkt ook naar de games die uitkomen op de PC. Maar voornamelijk op de andere consoles. Dan zie je daar toch vaak wat grimmigheid. Wat. Ja agressiviteit. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de medium, een hele leuke game, maar wel met een heel diep probleem. Ja. En Nintendo komt altijd met die hele vrolijke happy the peppy games. Ja. Weet je wel? Uh, ja. En uh, mensen gaan er op dit moment hard op. Ik bedoel, ze hebben er dus inderdaad in totaal 31,18 miljoen in één jaar. Dat ja. is dat is ongelooflijk veel. Uh, dat zijn GTA-aantallen. Ja, daar uh, ja, ongeveer. Nou ja, nee. GTA in acht jaar hebben ze er volgens mij 130. Acht nou, maal 30 is nog meer. Ja, precies. Dat geloof ik niet dat ze die, dat nou, kunnen doortrekken, maar. Kijk, je hebt, je hebt natuurlijk heel veel game makers die proberen games te maken voor iedereen. Uh, ja. Een goed voorbeeld daarvan is, uh, hoe gek een voorbeeld het misschien ook is. Was de overstap die EA met Battlefield 4 maakte naar Battlefield 1, je ja. zag gewoon oké, okay, dit moet veel toegankelijker zijn en iedereen moet het kunnen spelen, maar het is nog steeds een, een oorlogsgame, dus je trekt niet een groot publiek ermee. Dit is letterlijk voor iedereen leuk. Je, 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 ja. o, je oma zou het kunnen spelen, je, je dochter, je, je weet ik veel, je neef, je tante, je ooms, iedereen kan het spelen. En mm -hmm. het is het hele jaar door relevant. Want het is gewoon een game die met de seizoenen meeloopt. Ja. En op basis daarvan komen er weer nieuwe beestjes die je kan vangen. En ja, mensen zijn nou eenmaal helemaal lijp om een museum en hun club die weet ik voor wat allemaal vol te krijgen. Ja. Dus ja, het is, het is gewoon zo'n game die is eigenlijk het hele jaar door al tijdloos. Mm -hmm. En over drie, vier jaar, misschien nog, nog steeds. Zit het succes hem ook in dat Nintendo eigenlijk nooit sleutelt aan wat een franchise is. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Animal Crossing nu mm, en Animal joh. Crossing jaar geleden is. Qua insteek is het hetzelfde. Kijk, gameplay wise komen de vernieuwingen aan. Maar ja. het is niet dat ze denken: van wat bijvoorbeeld de Sony doen met God of War, we gaan het opeens over een hele andere boeg gooien. Ja. Dat doen ze niet zoals ze... Ik bedoel, je weet altijd wat je aan een Nintendo-game hebt. Als je ja. weet, Mario Kart. Mario Kart, uh, Zelda is altijd Zelda-esque. Weet je ja. wel, uh, Animal Crossing is altijd Animal Crossing. Je bent tuintje aan ah, het harken, en dat soort dingen. Breath of the Wild maakte wel eens een stap, een goede, echt een goede stap. Maar het blijft een Zelda-game. Ja, het zeker. is niet opeens dat ze denken. Uh, weet, je wel, weet je wat, we moeten wat stoerder zijn, want vrouwen moeten stoer zijn, dus we gaan iets heel anders doen, of mannen moeten dit, of laten we er een, een bepaalde problematiek uh, in Het, het is, is gewoon, je, je krijgt maximaal twee Animal Crossings per generatie. Ja. Weet je, je hebt een Animal Crossing op de 3DS, je hebt een Animal Crossing op de Wii U, op de Wii, weet ik veel, Gamecube, daar begon het volgens ja. mij. Dus ja, er zijn wat Animal Crossings, maar het is niet zoals een Assassin's Creed die eens per jaar of eens per twee jaar uitkomt. Ook sterk hè? Waar je heel erg franchise move van wordt. Ja. Eh, Nintendo heeft gewoon een goede formule voor deze game, ja. voor Mario, voor Zelda, voor alles. En zorg gewoon dat het niet te vaak uitkomt. En nou. als het uitkomt, en je kent Nintendo, Nintendo heeft een hele hoge standaard wat betreft de kwaliteitscontrole. Die merken vanzelf ook wel van, als er tijdens uh, de, de ontwikkeling iets mis zit, kijk naar nou Metroid uh, Prime 4, ja. dan begin maar opnieuw. Ja. Dus zij gaan niet iets op de markt gooien waar zij geen nee. stempel of, of approval op hebben geplakt. Nee. Nou, ze, ze zijn heel eigenzinnig, Nintendo, en uitermate succesvol. Ze, lu, ze, ze luisteren naar de markt en ze luisteren niet naar de markt. Ze laten hun oren er niet naar hangen, mm -hmm. uh, maar ze horen wel goed of iets werkt. Dus, en dat werkt heel goed. Uh, dan het nieuwtje, uh, nou, je had het er net al over, Breath of the Wild 2. Uh, mensen hadden gehoopt dat het al in 2020 zou uitkomen. Dat is niet gebeurd. En nu is er dus het gerucht dat het Q2... En Q2 is al sneller dan je denkt, want het is januari, februari, maart. Het is Q1, dus dan zou het mei, uh, dan zou het uh, april, mei, juni zijn. Dan is mei is altijd wel echt een maand waarin veel uit gaat komen. Dit weten we uh, dankzij een retailer uit Oostenrijk. Ah. En hier zie je wel: Legend of Zelda, Breath of the Wild. Uh, of the of the Wild. Ja, herkomst. Er schijnt in het tweede kwartaal 2021. Oké, we hebben het al vaker gezegd. Dit kan uh, voorkennis zijn, of het kan gewoon een, een, een typo zijn of, of een foutje. Ja, maar dat, die, je, wat denk jij? Dat, dat heel vaak zetten retailers gewoon een ja. datum. Niet, niet per se een, een specifieke datum. Maar het heel vaak gebruiken ze ook bijvoorbeeld uh, 31 december 2020 of zo. Ja. En dat, dat moet dan zogenaamd de datum zijn waarop die uitkomt. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. En nee. een. Een retailer die het doet. Het zijn er niet vijf die dat toevallig doen. Zij hadden wel Kingdom Hearts Melody of Memory juist voorspeld. Oké. Okay. Ik weet het niet. Ik, ik, laat ik zo zeggen, wat ik weet is dat. Uh, retail eerder data uh, Maar weet je het is? Ze, ze kunnen het wel voorspellen, maar uiteindelijk, weet je, als ik als, ik als retailer zeg van, oké, okay, hij komt in Q2 2021 en hij komt niet in Q2 2021, ja. dan, dan ga ik hem schuiven oh, hij komt in Q4 2021. Uiteindelijk nee, zal je het wel een keertje goed hebben. Ja, uh, 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 yeah, nee, dat is ook zo. En het is natuurlijk een beetje raar, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk dat iemand in Oostenrijk het wel weet en de rest van de wereld niet. M mijn buikgevoel mm -hmm. zegt, dit is een grote titel. Um, is het, maar dit is toch meer een einde van het jaar titel? Dat bedoel ik. Oktober titel, ja, of, titeltje. Ja, of, of er moet iets heel groots komen aan het eind van het jaar. Ja, maar... Dat moet dan een Mario of een Metroid zijn. Oh, op die manier. En dan, dan, dan doen ze dat nooit. Ze doen niet twee dingen, grote titels, echt tegelijk. Twee van dat soort spekkopers, die gaan ze niet bij elkaar zetten. Hoe zat hoe, hoe dat met Odyssey en Breath of the Wild 1? Oh, nou ga je me moeilijk vragen. volgens mij was dat echt heel dicht op elkaar. Ja, het zou wel kunnen hoor. ik vind het ook niet onlogisch. Kijk, laat ik het zo zeggen. Wat hiervoor pleit, is dat Nintendo pas bekend maakt dat het uitkomt een maandje van tevoren. Dus ja. het zou zomaar kunnen en dan krijgen we binnenkort weer zo'n Nintendo Direct en uh, hatza flatza, daar is hij dan. Bam, hij is af en hij komt over een maand. Dat is wat Nintendo doet. Dus het zou kunnen... Um, ja, je hebt ja, jij bent gewoon een van de weinige mensen die geen Switch heeft. Nee. Uh, maar je kan er nu wel eentje lenen, want ik heb er twee, dus dan kan je er eentje voor mij lenen. Is, is dit een game. Ja. Of ga je dan toch liever weer Animal Crossing doen? Nee, dan, dan zou ik Breath of the Wild 1 willen spelen en deze erachteraan. Okay. Uh, wel wetende dat het echt. Extreme urenvreters zijn. Dat zijn het zeker inderdaad. Ja. Uh, gaan we naar Gran Turismo 7? Nee, ja? voor Voordat we naar Gran Turismo zijn gaan, ja? ik dacht misschien, het is, ik heb namelijk ergens gelezen en ik weet niet of het klopt, want ik heb ook geen, uh, geen linkje erbij. Weet ik veel wat. Maar de, er is ook gezegd dat uh, de geüpgrade Switch-modellen hoef je voorlopig ook nog niet te verwachten. Het zou kunnen. Ik bedoel, ja. Dat je die, die verloopt niet te verwachten. Dan denk ik meteen van, nou, dan komt dat dus sowieso dit jaar niet uit. Terugkijkend op onze voorspellingsitem. Nou, nee, ja. nee, het zou kunnen. Ja, waarom, waarom zouden ze? Man? Ze verkopen het nog steeds. Ja, en nog die dingen. Ja. Dus, dus uh, dan kun je beter even wachten. Inderdaad. Gran Turismo 7. We weten geen releasedatum. Nog steeds niet. Maar gisteren is een interview geweest met uh, de, de grote man. Kazunori Yamauchi. Uh, met uh, met Octaan. Uh, dat is een Japans blad. Uh, nou, dat is netjes vertaald. En eigenlijk zegt hij allemaal even: hey jongens toerisme sport was hartstikke leuk uh, e-sports online gameplay uh, uiteindelijk 9.5 miljoen spelers hebben het gespeeld maar mm -hmm. verkocht niet heel erg goed vanaf het begin het is gegroeid het is het is maar daar herken ik mezelf ook heel erg in. Ik ja. voelde op het begin totaal niet de drang om die game te spelen. Nee. En toen eenmaal een beetje dat dat nee, niet per se het e-sports balletje, maar gewoon het vriendelijke competitieballetje begon te rollen toen had ik wel zoiets, nou pff. Zo vet. En wat, ja. wat als er weer een lekkere full-on full Gran Turismo game, autootjes verzamelen spel komt? Nou, daar gaat hij Dat heeft hij gezegd. In Gran Turismo 7 nemen we wel elementen uit Gran Turismo Sport over, zoals championships. Maar we keren terug naar de traditionele volledige ervaring uit Gran Turismo 1 en 4. Waarom die dan 2 en 3 niet noemt? Dat zal wel waarschijnlijk anders zijn. Um, we willen de beste Gran Turismo aanbieden die er is. Dus dat betekent, dus je krijgt gewoon weer ouderwets die singleplayer en daar zit dan ook een online variant bij. Nou, ja. dat is eigenlijk de Gran Turismo die ik zoek, want Natuurlijk vind ik het leuk als mensen daar online mee gaan racen. En ik zie ook met de e-sporters hoe vet dat is. Mm -hmm. Maar ik wil gewoon thuis autootjes verzamelen. Ja. Nou ja, er zijn meer dan genoeg mensen die racen die niet uh, dat complexe willen hebben. En, uh, en, en wel met een stuurtje. Maar mij lijkt het ook heel chill om gewoon lekker tegen de computer te racen met een stuurtje. En niet dat geschreeuw in je oren van. de uh, nee. gasten, wat mee zit. Nee. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Ik ben blij met het interview. Uh, laat maar komen die game. Uh, ik denk. Uh, Eind 2021. Nou ja. Dat, ja. Maar denk je ook niet dat als van de vier grote titels van Sony, Ratchet Clank, uh, Horizon, Forbidden West, God of War en Grand Turismo 7, dat dat eventueel de eerste is die. Een beetje doorgeschoven kan worden. Omdat het toch al zo'n game is. Bah, van... Ja. Niets, niets anders dan perfectie. Ja, maar Uchi schrijft alles door. Um, ik denk dat deze game zich wel nergens van aantrekt. wat er op dat moment nog uitkomt. Lang, uh, ja. Dus die wordt gewoon neergezet wanneer die neergezet wordt. Uh, want uh, ja, een, of een, 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 een God of War of een Redstone Clank. of die een Horizon hebben, niks mee, hebben niks mee te ja. maken. Die worden, niet, die worden uit elkaar gehouden. Deze is gewoon klaar als die klaar is. Ik denk, dit is een najaarstitel. Ja. Uh, waarom ik dat denk is omdat de geruchten worden gewoon sterk sterker uh, dat de playstation 5 echt echt pas in de tweede tweede deel van 2021 echt Beter verkrijgbaar, niet goed beter verkrijgbaar is. Ja. Dit is een hardware-seller. Gran Turismo 7 gaat ervoor zorgen dat mannen met name en jongens en ook een deel meiden, maar vooral mannen en jongens, die willen opeens een PlayStation 5 hebben. En een stuurtje. En een stuurtje. Dus dan Zal moet ik. je dat wel hebben. Uh, laatste kleine korte nieuwsje: uh, Netflix uh, heeft bekendgemaakt. Uh, nou, er was het gerucht al dat er een Sonic the Hedgehog serie, anime-serie zou komen. Geanimeerde versie. Uh, ja. Ze hebben nu gezegd, uh, de tweet is er al. Ja, het is waar. Uh, hij komt eraan. En ik vind dit. Uh, uh, ik vind het opmerkelijk. Want het, uh, nou, laat ik eerst zeggen, vind je het tof? Um, 3D-animated serie. Ja. Dan, dan twijfel ik al snel. Oké, okay, dan twijfel je al snel. Nee. Wat, het, maar... Want ze, ze hebben namelijk hele goede anime-series uh, uitgebracht. Tenminste, serie Castlevania. Ja. Daar komen nu ook weer andere games. Of uh, andere game verserieingen bij. <laughs> oh, ik weet niet wat voor woord dat is, maar. Ja. Uh, ja, dus een 3 d vond ik, ja, ik weet niet, man. Ik, ik, nee. ik krijg een heel raar. Ik weet, vroeger had je, de, de, had je altijd, vroeger was er de Donkey Kong film, in, ja. een 3D geanimeerde Donkey. Kong. Ik krijg dat heel erg dat gevoel bij, bij deze Sonic-aankondiging. Dat ik zou niet kunnen. Uh, hij gaat Sonic Prime heten en um, het, wat, wat ik opmerkelijk vind is dat de laatste tijd worden we overladen met uh, geanimeerde gamefranchises. Castlevania, Dragon's ja. Dogma, Cyberpunk, Splinter Cell, Tomb Raider, die zijn allemaal in de making. Daarom. En toen dacht ik bij mezelf opeens van. Ik snap waarom het is. Omdat, we, omdat ze op dit moment gewoon geen gewone series en films kunnen maken. Ze moeten iets anders doen. Of ben je het daar niet mee eens? Vanwege de corona. Ah, je kan niet uh, buiten filmen en zo. Ik denk dat wel. Uh, de Castlevania heeft makers hun ogen geopend. Dat je okay. op die manier iets heel vets neer kan zetten. Ja, uh, weet je. En een en, en, real-action uh, serie werkt meestal niet goed. Ja. Uh, maar zo'n geanimeerde serie wel. En ik hoop dus inderdaad dat het meer, meer dingen richting die anime kan gaan. En als, als ja, 3D-anime dan, dan krijg ik er gewoon een heel ander beeld bij. Ja, goed. Um, ik zou even zeggen, uh, laat even in de comments weten. Um, dat gaan we wat vaker doen. Uh, leuke vragen stellen aan het eind. Uh, welke anime, welk, welke game franchise zou jij dan uh, willen zien op Netflix? Vind je het tof dat dit soort games geanimificeerd ge ge -anim worden. Geanimeficeerd. Geanimeficeerd worden of boeit het je geen één rol? Dat kan ook. Dat mag je nou gewoon lekker in de comments laten weten. Volgende week is dat volgende week tijds, dinsdag, dus dan is het donderdag gewoon weer een nieuw gekarsionaal met Daan erbij. Gezellig.